dames en heren, en super tof zie je kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en het is vandaag zondag en ik zit lekker uit het raam te kijken. Het is droog en er zitten ongelooflijk veel vogeltjes bij het kleine vogelhuisje en bij het andere voederbakje. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien. Dus ik ga weer even een paar mooie foto's maken voor opa. Ik heb een heerlijke koffie gekregen van mijn schatje. Wauw, en de keuken, ik ben hier nog steeds zo blij mee en Marion ook. Maar check eventjes hoe super clean alles eruit ziet. Dat is echt niet normaal. Dit is het fijnste als alles zo netjes is opgeruimd zoals dit. Hebben we even lekker wat fruit hier zo. Ik ga even een banaantje pakken. Ja, ik ga het zo even aanvullen, want ik heb net wat mandarijntjes en zo weggegooid die daarin lagen. Die niet meer zo... Die niet meer goed waren, die trokken te veel fruitvliegjes aan. Ja, klopt. Dus ik doe... Ik vul die mand weer. Nou, ik werd in ieder geval vanochtend wakker met dit in mijn gezicht. Mijn achterkant van mijn hoodie. Van Rick en Morty. Maar goed, dit is in ieder geval een lekker ontbijtje. Het is zo mooi om te zien hoe ongelooflijk veel vogels hier zitten nu. Dat is echt heel erg fijn. En ook gewoon de hele tijd gaan ze achter elkaar aan en zo. Terwijl er genoeg eten is voor iedereen. Maar goed, de bladeren, daar moeten we nog wel eventjes wat aan doen. Want kijk, hier heb ik een klein stukje gisteren met de bladblazer gedaan. Maar verder in de tuin kunnen jullie wel echt duidelijk zien dat er nog wat moet gebeuren. En vooral daarachter. Wauw. Ja joh, moet je horen hoeveel vogeltjes hier zitten. Niet normaal. Maar goed, al het blad wat je hier ziet, daar gaan we sowieso nog even een mooie timelapse van maken vandaag. Want dit gaan we allemaal eventjes mooi opruimen. Ook hier op de trap. Maar eerst ga ik eventjes lekker met mijn cappuccino in de studio. Dan moet ik eerst eventjes deze door. Dan kom ik hier in het donker terecht. En dan ga ik deze in. Kijk, dan zijn we in de studio. Boom. Heerlijk hoor. Hij is hier. Hallo? Ewa! Yo. Zorg me dit. Alles goed? Even met jou? Ja, lekker. Hi, alles oké? Okay? Ja. Inmiddels staat onder de douche. Ja, ik wil daar net. Ik zei, joh, Don Jule zijn. Ja, ik sta onder de douche. Ik zei, ah, oké, okay, nou, gezellig. Dus zullen we alle met z'n allen even gaan kijken? Bij de douche, ja. Oh, ja, toch? Ja, toch? Ik wist helemaal niet dat jij een nieuw compartiment aan je... Ja, sick, hè? Ja, waar zit je? Ja, er komt ook een toilet, zodat je lekker nummer 1 of 2 kan doen. Oh, ja, toch? Ja, nu ga ik soms wel eens daarachter, weet je wel. Ik heb een verrassing voor je, trouwens. Oh, meen je? Even meelopen naar de auto. Is het echt zo? Ja. Echt? Ja. Die van mijn jas trouwens, hij is gek, hè? Ja, is vet. Ja, is vet. Ik denk, vraag eens allemaal om, maar je zegt niks. Zelf even naar complimentjes vissen. Nee, goeie. Oh, maat, hoe hou je hem zo goed schoon? Ja, eerst de wasdraadjes gepakt. Oh, kijk hem shinen dan. Niet normaal, bro. Echt ziek. Oef. Clean, bro. Zo clean nog steeds, die auto. Ja, thanks, man. Niet normaal. Hij staat jou alleen niet, maar voor de rest, de auto is wel clean. Oh, nee, tuurlijk, bro. Hij staat fucking hard. Hij staat heel hard. Dacht, je bent een beetje eenzaam misschien deze dagen. Je weet dat het wordt weer kouder. Je hebt wat nodig, man, daarvoor. Ik heb wat nodig. Voor de eenzame dagen. Wat warme sloffen of zo. Oh, is dat een knuffel? Een gnoom gekregen van mij. Een knuffelgnoom. Kijk dit. Hij is doodziek. Ja, gezellig, man. Voor je studio zo lekker. Ja. Voor de feestdagen ook. Ik denk dat de mensen die mijn gamekanaal checken, dat die dit wel echt een mooie accessoire vinden voor op de achtergrond. Ik heb er ook in de nacht. Oh, je bent hier. Ja. Oké. Okay. Je weet al, in Fortnite heb je nu dat je die gnomes moet vinden. Ja, ja. In de map. Ja. Dus nou, nu moeten ze het vinden bij YouTubers. Ja. Dus wij hebben allebei één. En dan één gnoom. Wij gaan alle YouTubers dit opsturen. Ja. Dat kost een plaatje. Ja, vet, man. Ja. Hard, bro. Ja. Damn, man. Ja, ben ik sowieso... Zo, hij is slaan, ja. Oh, dat is een deurstopper. Weet ik veel. Ja, kan je ervoor gebruiken. Ja, dit is... waar je hem voor gebruikt. Al, dit is een deurstopper. Al rij je hem over. Kijk maar wat je ermee doet. Nou, we kunnen altijd proberen. Ja. Ja, dit is een deurstopper. Daarom is hij zo zwaar aan de onderkant. Oh. Dan kan je hem neerzetten. En dan zijn lange hoed die zorgt ervoor dat hij tegenhoudt. Die zwaffelen met dat ding. Ja, lachen, man. Ja. Nou, wat super lief, man. Ja. Even groep heb ik dan. Ja. Met de gnome erbij, man. Dankjewel, man. Die lekker ruiken ook. Jawel. Bro, ik ga jou compliments geven. Ja, je bent nog maar net, bro. Ja, maar bro, ik heb het even nodig, man. Ik ben week niet buiten geweest. Ik heb het even nodig. Ja, nee, dat kan je wel zien, ja. Oh, dat is niet het juiste complimentje, sorry. Oké, nou, gezellig dat jullie zijn. En wat nu? Weet ik veel, gast, verzinnen wat, ja.
Oké, okay, kom verder, ja? Ja? Willen jullie wat drinken? Daar beginnen we even mee. Nee, ik niet. Jij wil wel wat, hè? Ze wou net namelijk naar de Starbucks, dat heb ik nee gezegd. Starbucks, en naar de D en naar de? Starbucks! Nee gezegd. Wow, heb je nee gezegd? Dat kan toch niet? Bro, kom op, man. Kan je hem even bro, spoelen? Kom op, man. Hé, hey, bro. Hé, hey, wees lief voor je meisje. Hé, hey, wees lief voor je meisje. Hier, jongen, hier, jongen. Oh. Kan je even schoelen dat je daar geen nee hebt? Ja, als je vriendin vraagt, ik wil Starbucks. Ja, maar we stonden al een pissie file en zo. En ik dacht, ja, ik wil niet nog later komen. Wat zin, maar dan mag ik even Starbucks doen. Doe je een stukje rijden op mijn scooter trouwens? Ja, ik heb nog nooit scooter gereden, dus dat is wel op eigen risico. Serieus? Ja, ik heb nooit scooter gehad. Op die nieuwe? Ik ben vanaf fiets naar auto gegaan. Meen je? Wow, dat is wel balling. Ja. Oké, okay, hard. Ja, dat is cool. Ik pak even... Nee, ik hoef helemaal geen sleutel. Ik zet deze even hier neer, ja? Ja, joh. Zet hem gewoon hier in. Hier, kijk. Maar dit is een soort van... Eerlijk? Dit staat wel echt superleuk, man. Alleen hij is wel... Als het gaat regenen, wordt het wel echt een naar verhaal. Maar dit is zo'n ding die gewoon ook altijd gewoon goed landt. Ja. Kijk maar. Oh. Zie je? Hij landt altijd met de puntmuts een beetje omhoog. Kijk. Bro. Yo. Dit gaat sowieso binnen nu en twee gooien. Gaat dit aan de onderkant scheuren en dan is dat hele ding naar de... Maar nee, ja. Dit is goede kwaliteit. Ja, ja, ja. Maar je weet dat ik altijd graag dingen wil doen, toch? Nou, dus als je Enzo een cadeau geeft, jongens. Oh, zonde, bro. Nee, dit is goede kwaliteit. Hij was niet heel duur, dus je mag eigenlijk doen met wat je wil. Zo, hier moet je eens komen, bro. Ja, dit gaat wel lukken, hoor. Hier moet je eens komen. Zo. Kijk, Myron doucht altijd zo heet. Ja, ik ook, bro. Mijn hele rug is kapot. Kijk dan. Zo. Dit is gewoon Myron die onder de douche staat, hè? Ja, of ze heeft chili gegeten gisteren. Dus ze is een dikke... Dat ze gewoon een dikke beetje... Dikke Zwen aan het klappen daar, hoor, in die badkamer. Ze komt dadelijk helemaal stoned. Zo, die staat hotboxen daar binnen, bro. Nee, ja. Maar ik waardeer dit serieus. Ja, nee, maar zet hem gewoon ergens waar je hem... Zal ik hem in de tuin zetten? Ja, ja, maar dat wordt... Dat, ja, toch? Ja, toch? In de tuin! Ja, maar daar is hij perfect. Ja, ja toch? Nee, ik ga hem serieus in de studio zetten, man. Ik haal hem even op. Ik ben heel blij mee. Don, dankjewel, man. Oh, arme gnoom. Je hebt nu al zoveel meegemaakt, maatje. Niet normaal. Hij moet gewoon wat meegemaakt hebben, toch? Anders dan is het ook zo. Ja, een beetje levenservaring. Voor levenservaring is goed voor die gnoom. Dit is ook wel leuk, trouwens. Ja, maar het ding is wel, je moet hem wel eigenlijk binnen zetten ergens. Of je zet hem in je schuur of zo. Is goed, ik zet hem binnen, bro. Ja, want als het gaat regenen, weet je, dan wordt het echt een zielig hoofd. Komt goed. Kijk, ik denk dat ik gewoon een perfect hoekje heb voor deze gnoom. Kijk. Is toch lachen, joh? Ja, dat is perfect, man. Is toch lachen, bro? Ik waardeer het, ja. Je edit zelf nog. Dat is een nobel van je, dat je nog zelf edit. Ja, ik ben zelf aan het editen, man. Ja, man. Ja. Mooi muis, man, pik. Ja, goed hè? Dat is de muismat van Don dit. Maar niet gek. Ja, voor de mensen die denken ik wil er ook één. Jullie hebben echt pech, want hij is al lang uitverkocht. Nooit meer te krijgen. Ik heb een leuke edit gemaakt hier. Oh ja? Kijk, hier zie je zeg maar mij vroeger. Ja. 10 jaar geleden op mijn zolderkamer. En dan in één keer, 10 jaar later, zit ik hier zo in mijn studio. Hoi, yo, what up? Ja, dat zijn wel die besefmomentjes hè? Hier, wacht. Kijk, ik ga het jullie laten zien. Ik denk dat jullie dit wel vet vinden, man. Ik heb een kleine edit gemaakt van vroeger tot nu, toch? Ja, mensen. Wow. Hey mensen. Kapsel. Ik was zo jong daar. Hey, kijk eens, weer een nieuwe video. Ja, accent is ook helemaal veranderd. Ziek hè? Ja. Milan met die verjankte swag van hem. Echt mooi. Je ziet goed, jij ziet allemaal goed. Dit allemaal waar Milan ook keihard aan het werk is gewoon. Gaan we opkomen tot de Motherfuck Paradise. En je ziet hier al waar de magic happens. Hier achter mij waar Milan's plekje helemaal is. Spierballetjes hoor. Like a bullet train. Gefeliciteerd! Kijk er even naar, ja! Ja! Moving like the speed of sound. Oh, nu ga je nog een paar vette... Ja. Yeah. Oh, dat zijn die besefmomentjes, toch? Ja, mooi, toch? Volgens mij was dat ook het eerste wat ik tegen je zei toen ik hier voor de eerste keer kwam. In die studio. Ik zei van, bro, je moet wel even bij stilstaan. Ja, klopt. Dus ja, dit is echt even zo'n besefmomentje, dames en heren. Dat ik hier zo nu die gnoom krijg in mijn nieuwe studio. Dat is wel, dit wordt ook weer historie, weet je wel? Ja. Nee. Dus nee, maar ik ben een mooie edit aan het maken voor de vlog. Kijk, weet je wat het is? Ik vind het super chill om editors te hebben die mijn vlog kunnen editen. En ik heb ook echt super goede editors gehad.
Helaas die er niet allemaal meer zijn. Die zijn andere dingen gaan doen. Maar de edits die ik nu heb ben ik ook super blij mee. Maar toch, als ik zelf een vlog edit, dan kan je dit dus doen. Ja. Want dan kan je die emotie, dus snap je, de tekst en zo, dan is het echt persoonlijk. Dus dat is de enige nadeel waarvan editors hebben. Is dat natuurlijk, het kost minder tijd. Alleen je kan niet je pure emotie en de dingen die je op, die je in je gedachten hebt delen, zeg maar, met tekst en beelden. Omdat, ja, dat doe je toch gewoon zelf. Maar goed, jullie zijn er, dus laten we chillen. Ja, man. En laten we die scooter even aantrappen, bro. Ja. Ik wil jou wel zien op de scooter. Echt op, nogmaals, eigen risico, hoor. Ja, weet je zeker? Ja, ik heb echt nog nooit scooter gereden. Nog nooit scooter gereden, maar dan is het juist vet als je gewoon van niet scooter naar in één keer dit gaat. Want dit is... Want ja, hij is best wel opgevoerd of zo, groot. Hij is niet opgevoerd. Oh, wat heb je er aan laten doen, hè? Gewoon andere uitlaat alleen. Ja, dat geloof ik. Die ken ik. Kijk, hij staat hier. Boom. Je weet waar gewoon rem zit, toch? Ja, gewoon die en die, toch? Ja, dit is de achterrem, dit is de voorrem. Ja. Ja, en ik heb een grote tuin, dus ik kan gewoon even een stukje rijden. Schakelen. Je hoeft niet te schakelen, je hoeft alleen maar gas te geven. Scooter gereden? Nee? Nee, dat maakt. Dit is de eerste keer op de scooter ooit. Wat? Wil je één keer met mij heen en weer voor op de straat? Ja, is goed. Ja? Boy, joh. Het is wel sick om helemaal scooter te zien, of niet? Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Ja, ik hoop dat hij er klaar voor is. Ken je weinig angst? Ik ken heel weinig. Nou ja, ik heb wel angst voor hele irrationele shit. Maar voor dit soort shit dat is moet ik rijden op. Ja, wat je wil. Ga jij rijden of ik rijden? Ja, ik heb nog nooit scooter gereden en wil jij gelijk achterop. Oké, dan ga ik wel jou achterop nemen. Ja. Ja? Hij staat de scooter mooi te filmen. Even een beauty shot. Ja, doe je goed. Kijk, laat hem heel even warm lopen, ja? Even heen en weer. Help. Doe dit alsjeblieft niet thuis. Die guy is niet goed. Probeer dit alsjeblieft niet op je fatbike en zo. Doe gewoon niet. Laat hem dat maar lekker doen, weet je. Bij de 10k likes doe ik dit de volgende video ook. Ik zei bij de 10k likes doe ik dit de volgende video ook. Stap maar achterop, jong. Waar moet ik mijn voeten doen? Gewoon hier, zo aan de zijkant. Ja, hier en hier. Geen wheelies. Nee, ik doe geen wheelies. Ja. Ja? Super dik, hè? Zo. Oké, onthoud goed, links is achterrem. Ja, je moet altijd achterrem, hè? Ja, het liefst ook een klein beetje voorrem. Ik zou zeggen met dit weer 20% voorrem, 80% achterrem. En doe gewoon... Ik doe echt wel rustig, chill. Hoor. Chill. Ja. Nog nooit op een scooter deze man. Kijk hem gaan, hoor. Oh, ik vind het zo mooi om Don deze ervaring te geven. En ook echt super lief trouwens dat Don die gnome heeft meegenomen. Het maakt niet uit wat het is, wat je meeneemt. U hoeft ook helemaal niks mee te nemen, maar gewoon überhaupt dat hij iets meeneemt voor in de studio bij mij. Vind ik echt super lief. Dus sowieso shout-out naar Don. Ja, nu geven we hem gewoon even een mooie ervaring. Dat is even... Kijk hem shinen. Woe! Mooi dat hij het vindt. Ik weet ook gewoon dat Don geen scooterboy is of zo en ook niet is geweest dus.
Maar daarom is het juist mooi om hem even op de scooter te hebben en gewoon even lekker wat lol te maken. Ik zie hem ook moeite hebben met die bocht daarachter. Hij zegt ook, ik vind scooters en motors eigenlijk wel een beetje spannend. Maar hij doet het toch even hoor. Kijk hem. Let's go man. De tranen lopen over mijn wangen. Kijk die tranen. Ja, dat hebben we dat klepje naar beneden te doen. Oké, ik vind het mooi geweest. Ja, gaan we naar binnen? Ja. Oh. Wil Joelle nog bij me achterop? Nee, ik denk het niet. Nee, die heeft ooit scooterongeluk gehad. Ja, die gaat dat niet doen. Ja, dat is niet chill. Die heeft een neus gebroken daardoor. Ja, daarom. Oké, laten we dat niet doen. Rij jij hem naar binnen? Nee. Ja, doe jij maar. Mooie dingen dit. Ik vind sturen ook moeilijk, man. Het duurde echt een uur voordat ik... Ja, om zo'n bocht te maken. ...gedraaid had, ja. Heerlijk man, dat is toch heerlijk? Ja, jij bent wel iets meer daredevil dan ik man, in live gewoon. Jongen, ik hou van dit jongen! Ja. Ik vind het wel lachen om in mijn auto dan af en toe echt even goed, weet je wel. Maar ik, omdat ik geloof echt in mijn eigen rijvaardigheid. Maar als ik voor het eerst op een scooter stap, dan is het wel zo van oké. Okay. Tuurlijk, dat snap ik. Maar dat is logisch. Ook omdat het niet van mij is, toch? Het is altijd spannend. Dat heb ik ook met als ik in een vliegtuig zit. Ik bedoel, ja, ik kan niet vliegen en die piloot kan het sowieso veel beter. Maar het blijft spannend. Je hebt zelf niet het macht over het voertuig. Ja. Dan is het altijd spannend, weet je wel. Maar goed, dat is onderdeel van het leven, man. Dingen loslaten. Toen je net wheelies aan het doen was, zei ik wel even in de camera van, doe dit niet thuis. Ja, nee, dat sowieso laat niet. Laat hem dit maar doen. Maar waarom zet je hem nu op zo'n karretje dan? Wat is daar de functie van? Ja, het ziet er gewoon mooi uit in de garage, toch? Oké. Nee, maar ik dacht misschien dat het nog een soort van... Nee, het is gewoon een parel, zeg maar. En ik vind het mooi om hem dan zo neer te zetten op een bok. Ja, toch? Ik vind het mooier dan dat hij zo schuin op een standaard staat. Ja, ik vind het ook mooi. Dus ja, maar ik dacht, misschien heeft het uit. Nog een functie of zo. Dat de olie niet schuin loopt of zo. Ja, had gekund, ja, wie had weet. Gekund, ja, en ja, dit is natuurlijk iets wat uiteindelijk niet de bedoeling is. Dat je zo je band laat spinnen. Maar die hele vloer wordt echt nog veel meer opgeschuurd dan dit. Dus dit maakt echt helemaal niks uit, want die hele vloer gaat weer helemaal opnieuw. Dus ja, dat is wel even belangrijk om te weten voordat je denkt, en zo sloopt de boel weer terwijl net alles nieuw is. Nee, moet nog een keer. Ja, het moet nog gebeuren. Ja. Oké, gaan we met die helm rondlopen of doen we af? Nee, laten we afdoen. Kijk, we kunnen ook meteen een rondje maken in je auto met die helm op. Dat is wel hilarisch. Moet ik hem even achteruit in die garage parkeren? Ja man, doe dat even. Ja, we gaan even een mooie foto maken met je auto. Gruwelijk. Ik moet wel echt even die helm helpen. Help even. Nee, waarom eigenlijk? Hey, zie je? Ik voel me een draadje, ik denk ik trek eraan. Wow, dit is weer een mooie motivatie man. Zeg even van, hey, ook al krijg je iets niet voor elkaar, zolang je doorgaat krijg ja, je Ja man, guys, stel je krijgt je bandje niet los van je helm, gewoon overal aantrekken. Dan komt het vanzelf. Oké, daar gaat Don met zijn nieuwe waggie. Zo, er zit echt gewoon een lekker geluid onder hoor. Wow, dat heeft hij volgens mij aangepast. Zo, het is echt mooi om te zien hoe Don nu al rijdt en vergeleken met gewoon ja, een hele tijd geleden. Die rijervaring die hij heeft opgedaan in die auto is echt al flink gevorderd. Ik zei tegen Don, als je de auto hier binnenzet, dan kunnen we even het licht aanknallen. En dan krijg je echt een gruwelijk plaatje van je auto onder supermooi licht in de garage. Dus als je nog wat verder naar achter rijdt. Ja, perfect. Kijk, dit geeft ook meteen een perfect plaatje voor jullie dat hier dus drie auto's makkelijk inpassen. Hier past er dus één, hier past er één en daarnaast past er één. Dan zouden we ook nog bijvoorbeeld als daar een auto staat de motoren van mij en Marvin daar achter elkaar aan de zijkant kunnen zetten. Maar check even hoe dit er nu al uitziet. En laat staan als ik het licht aanzet, bro. Bandje schuin, hè? Niet normaal. Sheesh, come on! Het is echt gruwelijk, hoor. Echt heel erg vet. De Young RSQ Drizzle, man. Niet normaal, bro. Zo gezellig dat de buurman er is, hè? Echt top. Buurman. Hey, buurman. Hey. Kijk, deze zijn er ook. Nog steeds. In een andere dag. Nee, jullie zijn er ook gezellig. Hé, hey, mag ik een kaartje pakken? Ja, zeker. Pak de middelste. Nou. Kijk, dan gaan we even schudden, de kaarten. Kijk hoe mooi dit is. Let op. Heb je dit ding erbij gekocht? Nee, apart. Op aanraden van Milan. Jij hebt deze ook, Milan.
Nee, we hadden van Milan eentje gekregen die je zo moest draaien, ja. Maar die ging al heel snel kapot. Oh ja, dus nu hebben we eentje met batterijen. Wat raar is, want ik heb dus die niet gekocht, omdat ik online las dat die juist heel vaak kapot gaat. Dus dan ja, maar als je weet hoe hard en zo dan gaat draaien. Ja, hier kan die niet meer kutten. Weet dat hij dat kan, neem maar zo. Nee, ik hou hem heel, ik hou hem heel. Nee, maar dit is toch ideaal? Kijk, gewoon deze ja, erin. Dat hij nog werkt, dat is wel fijn, want... Wat ik al online zag was van... We hebben gisteren batterij ingedaan, dus de eerste keer. Oh, okay. Nee, ik geef het dan 2 weken. Ik ben benieuwd. Let op. Nee, ik heb de grote stapels, denk ik. Ja, ja. Ironisch houdt de grote stapels, mama. Hè? Dat hoort niet. Ja, het werkt normaal gesproken heel goed, mensen. De kaart shiftlaar. Maar wel handig zo'n ding, hoor. Ja, zeker weten. Jullie kunnen toch gewoon schudden? Jullie hebben toch gewoon handen? Ja, natuurlijk, sowieso. Hier, check, Milan, ik heb wat geleerd. Let op. Joelle was erbij. Weet je wat het mooie was? Heb je het niet al laten zien? Nee. Ja, dan had je het niet door. Weet je wat mooi is? Mark die was hier. En ik zei toen tegen de volgende dag toen Mark weg was. Toen zei ik tegen Marjan van schat, was zo leuk met Mark. Ik heb zo gelacht. Ja, had ik door. Ik zei van, vond je het niet grappig dan? Nou, dat was wel een beetje een soort van 2 kleine kinderen die alleen elkaars humor begrepen. En wij zaten er een beetje bij. Dus ik zei, hoezo zaten jullie erbij? Ja, Joelle en ik keken af en toe echt van, wat zijn dit voor 2 kleine kinderen? Het ging soms echt stuk om hoe iemand keek, zeg maar. Ja. Ze waren echt in zo'n melige bui met elkaar. Maar zij kunnen een jaar lang bij elkaar wonen. Dus dan heb je gewoon alles, dan weet je alles van elkaar. Ja. Dan vind je de leukste dingen die jij dan leuk vindt, de ander vindt dat helemaal niet leuk. Nee. Dus ik snap je wel. Dus dat was echt super grappig, maar hij heeft mij iets geleerd. Kijk, hoe ging die ook weer? Het gaat hem niet. Het is gewoon in je oor nu. Wat hoe deed je dat? Oh! Ja, een soort van. Je moest met je duim zo. Oh, met mijn duim? Oh. Maar hij had hele grote oren. Hij zei dat is het voordeel van het hebben van grote oren. Nee, dat kan niet. Jij, bij jou lukt het niet. Zo. Nee. Bij hem leek het echt alsof hij zeg maar zijn duim door zijn oor heen had. Alleen, hij had gewoon hele grote oren. Oh. Niet meer. Moet je opa leren dan? Damn, man. Ja, ook gelijk die geluiden erbij. Maar weet je hoe dat komt dat jouw opa een grote oren heeft? Omdat je oren en je neus stoppen nooit met groeien. Nee, klopt. Is echt zo? Ja. Dat is echt. Dus groei je tot je dood door. Wow, opa is 84. Nou, ben ik nu gewoon een neppe. Ik ook een grote neus krijgen. Ja, dat is waar. Oké, in ieder geval, we gaan Ticket to Ride spelen. En daar heb ik heel veel zin in. Nou, succes. Leg mij even uit dan. Oké. Oeh, dit ziet er goed uit zeg. Ongelooflijk. Marvin die gooit er even wat jalapeno's op. Lekker. Moet je proberen hoor, jalapeno's. Ga je daar niet goed op? Dat is te heet hè? Ja, dat is voor je mij. Vinden mijn darmen niet grappig. Nee, dat heb ik precies zelf hoor. Ja. Mijn darmen kunnen het wel aan, maar ik vind het heet eten. Je had het laatst gegeten bij... Ja, dat is waar. Laatst had ik het wel gegeten. Toen ging ik daar wel heel goed op. Maar ik had zeg maar de keuze van wil je het extra scherp, zoals jalapeno's en tobacco saus of zo, tabasco saus, hoe heet dat? Tabasco, dat zat dan door die tonijn, maar je had nu wel jalapeno over de tonijn. Ja, dat was wel nice hè? Ja, dat vond ik toch wel lekker ja. Dus ik moet zeggen, misschien ga ik nu ook wel proberen. Lekker, ja, jalapeno is niet heel erg pittig hoor. Nee, maar ik denk altijd dat het echt het meest pittige is wat er bestaat zowat, maar dat valt dus wel mee. Spaanse peper is ook pittig. Vouw je het gewoon op toch? Ja, maar je hebt een mooie manier van vouwen. Echt? Ja. Maar jij bent niet leren. Ja? Zal ik dat doen? Ja. Dat is nice hoor. Ja, ik vertrouw het. Oké, okay, als jij de rap filmt. Ja. Ik heb net mijn handen gewassen. Ja, weet ik. Oké, okay, kijk. Wat je dan doet. Dus je doet dus dit iets daar zo. Ja, ja. Kijk, dan doe je deze als eerst. Ja. En dan vouw je deze zo. Ah. En dan vouw je deze zo. Kijk. Kijk, zie je dan wat je hebt? Dan heb je een soort kokonnetje. Kan het nooit lekker aan de onderkant. Mijn bro. Damn bro. 30 jaar, hè? Maar je hebt gewoon weer wat geleerd, hè? Ja, je bent nooit te oud om te leren, hè? Zo. Dat is fijn, hè? Zo, maar Joelle heeft ook een tactiek hier, zo. Ja, die maakt er gewoon een hele tortilla van. Oh, een beuken, joh. Nu doe je hem in één keer in je mond, of wat? Ja. Ze koudt ook niet. Kan ook niet meer lekker, toch? Nee, dat is gewoon een grapje. Is een grapje, ja. It's okay, it's okay. Wil je ze een hand nemen? Want ik wil hem wel eens zien. Ja, ik heb het ook wel even zien. Hoe staat die? Nee, dat gaat niet lukken. Weer persen. Zo, maar dit doe je wel mooi hoor. Serieus, je hebt ook mooie nagels trouwens. Dank
Ja, ik moet nog even een complimentje nadenken bij jou, Don. Dat komt goed, oké? Okay? Nee, hij kan geen compliment. Real relationship hier zo. Ja, nice. Het is van de realiteit van onze relatie. Ik denk dat, wij helemaal leuk en liefde vonden. Wij vlammen elkaar de hele dag. Ja, jullie roosten elkaar. Ja, dat is helemaal niet aardig tegen elkaar. Maar het komt door hem. Dat was alweer een roost dus. Wat, hoe ga jij het vouwen, schat? Ja, eigenlijk hoe Jelle het doet. Het is wel echt een manier hoe ze het ook bij... Zo, bij Taco Bell en zo. Ja, Taco Bell doen. Oh, dat is onze favoriete. Oh, Taco Bell in New York. Nou, dat hit echt anders. Gingen wij gewoon vooruit bed s'avonds nog om Taco Bell te halen. Daar word ik gewoon echt emotioneel van. Ja, ik doe het eigenlijk wel zo, want ja... Enjoy. Heet ja, is smakelijk. Zo, dat beleg je ook weer mooi. Hey, het spelletje was leuk. Wie heeft het gewonnen? Nee. Heel leuk was het. Nee, het was wel echt oprecht leuk. Eergisteren had ik het gespeeld met Joelle en Marvin en Mark. En toen had ik gewonnen en nu weer. Ja, het is gewoon een leuk spelletje, dames en heren. Dat was echt heel erg nice. Nou goed, we gaan even lekker smikkelen. Eet smakelijk. Lekker toch wel. Lekkere zondag zo trouwens, mag ook gezegd worden. Even een lekkere, rustige, relaxe zondag. De vlog-editor had even wel flink wat tijd ingenomen, maar voor de rest is het wel echt chill. Het enige wat we niet gedaan hebben... Ja, dat wilde ik super graag doen, maar daar had ik gewoon geen tijd meer voor, bladblazen. Volgens mij komt Jan de Tuinman morgen, dus die gaat het sowieso doen. Misschien kan ik het samen met hem doen. Heb je dan niet genoeg gebladblazen? Ja, bij jou wel, maar hier niet. Hij heeft het hier niet gedaan. Oh, ja, jij had voor hem. Hey. Wel met die één. Bro number one, hè? Bro number one. Bro number one. Wat bedoel je daarmee? Dat jij op je plek inkomt en jouw tuin is eerst gedaan en dan de mijne. Jij wist gewoon dat ik ineens een blad had. Ja. Ik vond mijn toon daar al klein, gast. Jij ook al. Hè? Jij ook al. Zeg jij zo hier ook al mee? Dit is zijn jas. Oh, is het jouw jas al? Ja, jij ook al. Dit is mijn jas. Ja, ik dacht, je gaat. Dit is jouw jas, dacht ik. Oh, ik appte hem. Je kan ook praten daar doorheen, hè? Ja. Je deed helemaal dat ding naar beneden. Ik appte hem. En ik zeg, yo, Pelles gaat dit en dit releasen. Hij zegt, bro, weet ik. Hij was aan het gatekeepen, hij had het mij niet verteld. Hij zegt, weet ik al. Ik zeg, je hebt mij niet verteld, ik moest er via TikTok achterkomen. Dus ik zeg, oké, ik ga hem proberen te bemachtigen. Nou, was natuurlijk niet gelukt, met al mijn bots. Nee. Maar hij heeft hem ons nog gekocht, heeft hij ook niet verteld. Maar ik vind het echt harde jas, man. Ja. Ja. Vind ik ook. XL. Ik had hem in de M bijna besteld. Ik zou L doen als ik jou was. Ja, wel hè? Ja, man. Ja, deze is niet zo groot, denk ik. XL. Ja, je kan hem op StockX kopen of zo, maar... Ja, maar is een beetje duur. Ik wou hem in het zwart hebben. Ik vind dit voor de winter fucking... Dat is toch hard. Dit kan je ook losstoken. Dit doet me denken aan een Fortnite skin. Ken je die guy van die Fortnite skin? Dit is zo mooi. Dat, kijk, Don die zegt altijd dat hij een serieuze guy is. Maar in mijn vlog kom je bijna nooit serieus over. Altijd trigger ik jou om dingen te doen die je normaal nooit doet. Maar ik kan deze ook wel gewoon los voor je kopen. En ja, niet bij je huidige winterjas aan doen. Maar dit is die winterjas zonder die balaclava is ook hard, schat. Kijk even, kijk hoe pimping ik eruit zie. Ja, maar vandaag heb ik weer... Ik ben ready voor Mount Everest. Vandaag heb ik een jas van de ready for Mount Everest. Dat is wel waar. Ik heb bijvoorbeeld een jas aangetrokken. En zij zei tegen mij, je hebt ook deze jas. Die was ik gewoon helemaal vergeten. Die hing gewoon ergens. Ja. Nog nooit aangehad. Dus ja, dat is wel erg. Daarom vroeg ik ook een complimentje aan je. Ja. Dat heb ik gewoon nog nooit aan. Ik snap hem. Ik vind het wel vet. Ja, je hebt een complimentje wat ik je kan geven is je broek, man. Ja, thanks, man. Ja, die is vet. Dat is een pyjama. Hey. Hugo Boss 2017, gratis sokken. Leuk man, hou je fucking bek. Wat zijn mijn bingo sokken? Ja, kijk wat voor sokken hij aan heeft, zijn bingo sokken. Staat ook hier bovenop, bingo! Maar die heb je al gewoon gewonnen met bingo ook. Want niemand koopt dat vrijwillig. Gekregen van Elisabeth. Er moet een goodiebag zijn geweest of zo. Roosprijs, bro. Dat als je 5 kaarten kocht, dat je sokken erbij kreeg met die bingo kaarten. Nee. Oh, dat is niet. Ik had met Elisabeth bingoavond en zij dacht, hoe romantisch, ik koop sokken voor mijn man. En we gaan samen met bingo sokken naar bingo. Zij heeft ook bingo sokken. Ja, ze heeft de passende. We allebei dezelfde. Nice. Kom op. Dat is wel romantisch, ja. Ja, heb jij dat ook? Wij hebben een klompouw ons jelletje. Ja, dat hebben jullie allebei, ja. Daar heb ik wel eens een foto van gezien, ja. Nee, verder niet echt dingen die we alle twee tegelijk doen. Jullie slapen wel samen, zeg. Alle twee tegelijk. Nou, we hebben wel een aparte deken in bed. Hebben jullie dat? Dat vraag ik me af. Kunnen mensen in de comments even laten weten? Joel en ik slapen apart. Dat is een Scandinavische manier van slapen. Ja.
Ja? We hebben gewoon niet één deken, we hebben alle twee een tweepersoonsdeken. Ook nog echt een tweepersoonsdeken, ja. Allebei. Ja. In één bed, ja. In één tweepersoonsbed. Ja. Omdat we gewoon twee tweepersoonsdekens hadden, anders hadden we gewoon allebei een éénpersoonsdeken hoor. We hebben twee bij twee bed ook wel, we hebben echt zo'n grote, weet je wel. Dat vind ik gek eigenlijk wel. Ik nee, maar het is lekker om jou te voelen onder de dekens. Ja, maar wij knuffelen ook wel gewoon. Nee. Nee, maar als je allebei een deken, kan je elkaar nooit aanraken. Echt wel. Nou, ik met een stok. Ik doe hem omhoog, dan doen zij het omhoog. En dan hou ik hem zo omhoog. Zit ze te slapen? Doe ik ze zo omhoog en dan doe ik met mijn elleboog. Nee, weet je wat Dom altijd doet? Die gaat onder zijn deken vandaan met zijn handje. En dan gaat hij mijn deken zo proberen te duwen. En dan voel ik ineens op mijn rug zo een handje. Maar dan moet hij eerst zo even. Maar zij komt gewoon bij mij liggen voordat wij gaan slapen. Ligt gewoon onder zijn deken. En dan ligt ze onder mijn deken. En dan gaan we slapen en dan liggen we apart. Ja, maar als ik een keer zo doe, dan heeft zij geen deken meer. Min 5 in ons huis, hebben we geen verwarming in slapen. Je doet alsof je zo breed bent dat als je één keer opzij doet, dat ze deden. Nee, hij ligt als zo'n burritootje onder zijn deken. Dus ja. Dat is echt kut. En dan zit er zo'n, zeg maar, we liggen allebei aan het uiterste van het bed. En dan heb je zo'n opening in het midden wat dan strak komt te staan. Dan komt de hele tijd koude wind in. Ja, wat? Dus is echt de play. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Echt de play. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Ga ik proberen? You'll thank me. Nee, want ik had dat eerst. Toen ik Enzo leerde kennen, had ik ook twee losse dekens. Maar er waren gewoon éénpersoonsdekens. Ja. Toen zei hij van, ik kom niet meer bij je slapen als je twee éénpersoonsdekens hebt. Toch? Ja, ja, nee, ja. Klopt. Dat is ook een beetje karig dan ook weer, denk ik. Nee, ik had gewoon zoiets van. Ik wil gewoon één berg aan tekenen. Ik wil gewoon lekker bij elkaar. Ja. Maar goed. Hebben jullie ook knuffels? Ja, ja. Hele familie. We hebben een traditie. Of zo in bed. We hebben traditie. In bed ook gewoon. Ja, in bed. We hebben allemaal. Een serieus? Hier, dat rondje als jij. Van wat hoor ik? Nou, voel ik het. Ik wist het. Die heet bij. Die heet. Niet Bart, maar. Bart is die grote. Jaap. Jaap. Wat zijn dat dan voor knuffels? Het is begonnen toen ik haar net leerde kennen, gingen wij voor het eerst naar Koningsdag. En toen had ik een knuffeltje voor de gewoon op de kermis. Elke kermis waar wij nu komen, ooit, feestweek of een keertje Barendorp, dan ga ik een knuffeltje voor haar winnen. Ah. Dus dat hebben we nu 7 keer gelukt. Geef zij hem dan nou, of jij al van tevoren? Nou, hey, bijvoorbeeld bij tweede Koningsdag, toen liep ik een vrouw tegen het lijf. Toen zei ik, hoe heet u? En die heette Willeke. Dus een van onze alpaca's heet Willeke. Ja, dat is echt waar. En onze eerste, die heet Lydia. Lydia heet onze eerste. Jaap heb ik persoonlijk. Jaap, Bart. Je bent even serieus. Eekhoorn. Je bent nu knuffels aan het Yoda. En naam aan het geven waar je mee slaapt. Ja, ik ben nog steeds man. Ja, dat is mooi. Ja, ik wou ook zeggen, ik heb ook een knuffel in bed. Maar mijne heette Rukkie en Tukkie, dus... Rukkie en Tukkie? Rukkie en Tukkie? Ja. Dat zijn die lange kussens voor jullie, toch? Nee. Oh. Nee, we hebben inderdaad van die lange kussens. Dat zijn een soort... wat voor soort heugenbos of zo, van die... Ja, die. Ja, ja, chill. Een zwangerschapskussen. Ja, zoiets. Een beetje dat je dat zeg maar met je benen zo ertussen kan. En dan kun je hem helemaal zo vasthouden. Dat is wanneer Elisabeth vasthouden kan worden, pak ik dat andere ding. Ik wil dat ook toch voor niet. Maar we hebben twee knuffels, die hebben Rukkie en Tukkie. Maar Tukkie is voor haar en Rukkie is natuurlijk voor mij. Wat hoor ik allemaal? Weet wat je met Rukkie ik heb vandaag een gnoom gekregen. Ja. Als knuffel. Dat heet kabouter. Nee, ik heb hem een gnoom gegeven. Dat is een kabouter. Een gnoom. Hij heeft een fucking lange muts, bro. Een kabouter is een potmutsje. Een leprakon. Leprakon. Nee, het is een gnoom. Ik ken een gnoom als kabouter. Ja, volgens mij betekent gnoom in het Nederlands kabouter. En kabouter betekent in het Engels gnoom. Je hebt toch ook gnomes in het Engels? Ja, dat zijn kabouters. Wat is kabouter dan in het Engels? Resultaat? Ja, wat is kabouter in het Engels? Kabotter. Ja. Hier, resultaat voor gnoom. Kabouter, mythisch wezen. Oh, nou, dan is het kabouter. Ja. Wat is dat? Wat ik zeg, kabouter. Like, ja, gnoom is oké. Heb je gegeven aan Enzo? Ja. Nou, wat leuk. Jij krijgt er ook nog een, maar jij nodigt mij nou uit met alles hierheen komen. Nee, omdat ik bang ben om een kabouter te krijgen. Nou, ik weet in ieder geval wel, ik kan hem zo over de schutting gooien hoor, bro, als je wil. Er zit zo'n verzwaard ding in. Hij ging hem vanmiddag ook heaten, bro. Nou, echt wel 14 meter hoog, denk ik. Maar, oké, in ieder geval leuk dat je was, man. Ja, dat was gezellig, hoor. Hey, thanks voor alle mooie verhalen die je verteld hebt. Thanks voor dat, man. Rustig aan. Ja. Ik wist het ook niet, hè. Wat gebeurt hier allemaal? Wat? Ik weet niet of ik dit kan verwerken allemaal. Het is gebeurd. Was dat niet gezellig, man? Later. Doei. Doei. Was gezellig. Goed gespeeld met Ticket to Ride. Wauw. Gruwelijk. Ongelooflijk. Even zo'n lekkere... Oh. Doe even een lekkere start. Ja, zal ik hem even aan. Oh, lekker hoor. Wauw, ik kan
nog steeds niet geloven dat dit nu gewoon hier in mijn garage staat. Dat vind ik zo bizar. Kijk dan, als je ook naar het raam kijkt, die weerspiegeling, ook aan de zijkant. What? Niet normaal. Echt keihard. Ja, nu komt hij, hè. Nu is hij wat donkerder. Ik loop ook lekker op mijn knolpower slippers. Lekker hoor! Heerlijk hè? Woehoe. Later! Ciao ciao! Lekker geluidje hoor. Heerlijk! Zo, kijk dan wat dat licht er vanaf komt. Niet normaal. Zo, dat was gezellig dames en heren. We hebben gewoon lekker gekletst en lekkere spelletjes gespeeld. Dat was echt heel erg gezellig. Garage deur weer naar beneden, licht uit. Bam. Ik ga lekker naar bedje dames en heren. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace.